Goedemorgen, fijn dat u kijkt naar In Gelderland Live. En als u dat nou blijft doen, kunt u zo meteen kennis maken met de Gelderlander waar heel wetenschappelijk Nederland trots op is. Sijbrand de Jong, de nieuwe baas van het onderzoeksinstituut CERN. En we gaan het hebben over het ultieme mannenboek van cabaretier Sylvester Zwaneveld. Pluk van de Slettenflat. En ja, dames, ook daar kunnen jullie nog wat van leren. En zometeen om 14:00 begint er, als het goed is, in Nijmegen weer een protestdemonstratie tegen de grote noodopvang in Heumensoord op de rand van Nijmegen. Mensen zien de komst van 3000 vluchtelingen niet allemaal zitten. Burgemeester Bruls, u heeft het grootste vluchtelingenkamp van Nederland aan de rand van uw stad binnengehaald. Komende week stroopt het vol, dan komen de eerste vluchtelingen ernaartoe. Hoe gaat u dat in goede banen leiden? Dat gaat hartstikke goed, dat kan ik u nu al aangeven. We hebben natuurlijk heel veel ervaring, omdat elke zomer al een kamp wordt gemaakt voor militairen, hè, die meedoen aan de vierdaags. Is in niets te vergelijken met wat u daar nu neerzet. Maar een aantal aan logistiek gaat om 5.000 en 6.000 mensen. Dus qua voorbereiding voor de huisvesting, dat loopt allemaal goed. De vragen zitten natuurlijk. Maar dat is niet het probleem. Nee, maar goed, uw vraag was gericht van hoe ga je dat doen? Nou, zo gaan we dat doen. En natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die zorgen hebben over de komst van vluchtelingen naar ons land, wat dat betekent. Maar ik zeg tegen hen, ook vandaag weer, wij kunnen die klus klaren. En we hebben natuurlijk een aantal maatregelen genomen, dat mensen op Heumensoord goed worden ontvangen. We houden een oogje extra in de zeil in de buurt. En ik merk uit de reacties bij mij in de stad, in de regio, dat het overgrote deel van de mensen staat er neutraal tot positief tegenover. Dat loopt eigenlijk heel erg dat goed. Zie je overal, hè? Duizenden mensen die overal bij de noodopvang in Arnhem, in Apeldoorn, heel blij reageren. Warm welkom. Daarnaast zag je afgelopen week toch ook wel heel erg de andere groep zich roeren die tegen is. Laten we heel eventjes kijken. De emoties liepen soms hoog op in Nijmegen. Ja. Bij mijn huisartsenpost, als ik daar naar binnen loop, moet ik betalen. Hè? En als zo'n asielzoekerscentrum, zo'n asielzoeker ernaast naar binnen loopt, die komt er lachend uit, want die mag er gratis in. De buurt in Harderwijk ligt direct naast het terrein waar eind dit jaar een AZC komt voor 800 vluchtelingen. Maar dit zijn gewoon goudzoekers die hier komen. En die willen het beste in Nederland vandaan halen. Nee, ik ben het er echt niet mee eens. En wij als buurt zijn er al helemaal niet. Nee, AZC. Op het dorpshuis, op de stoep en op de kerk. De plek waar vanavond een informatiebijeenkomst wordt gehouden voor inwoners. Voor de jeugd wordt al niks gedaan, want er is geen geld voor. En het zijn allemaal criminelen die naar toe komen. Oké, het is zo slecht. Ja, een juichende zaal. Dat was in Wezep, collega Ruben van der Scheer. Jij werkt voor Omroep Gelderland als verslaggever, volg je vooral het dossier van de vluchtelingen. En werkt vooral op de Veluwe. Dat gebied ken je als je broekzak. Ja. Dit protest, waar komt dat vandaan? Ja, dat is eigenlijk hoofdzakelijk toch wel angst. Mensen zijn gewoon bang omdat ze het niet kennen. En ik denk niet dat het de overgrote meerderheid is, maar dat het een kleine groep is die met name zich zorgen maakt over de hoeveelheid. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen als je kijkt naar inspraakbijeenkomsten eerder in Apeldoorn, waar mensen gewoon zeggen van ja, we krijgen opeens honderden mannen krijgen we bij ons in de buurt. Die lopen door onze straat heen om bij het winkelcentrum te komen. Ik heb dochters die naar de hockey gaan. Dat waren letterlijk zinnen die mensen zeggen. En mensen zijn dus bang dat, dat die mannen iets gaan doen met hun gezin. Ja, dan wordt er vaak gedacht, het gaat echt om enkele tientallen tegenover duizenden die dat warme welkom doen. Heb jij dat idee ook? Ja, dat idee heb ik ook. Maar mensen zijn ook bang voor de mensen die tegen zijn. Dat zie je in Wezen bijvoorbeeld heel sterk. Er was nog een blog wat dit weekend ook verscheen van iemand die zei van, ik ben bang. Ik durf eigenlijk niks te zeggen. Ik ben niet tegen die mensen die hier naartoe komen. Maar ik ben ook wel bang voor die steen door de ruit van de mensen die zoveel tegenstander zijn. Maar ik maak me wel zorgen. En dat leggen ze ook wel bij het gemeentebestuur neer en bij het COA. Ik maak me wel zorgen over die hoeveelheid mensen die ineens naast mijn huis worden neergezet. Ja, dat is denk ik iets wat je veel terugziet, ook in Nijmegen. U zag ook reacties uit Nijmegen daarnet. Hè? Dat is een kleine groep die toch wel heel boos is. Een veel grotere groep zal zich niet zo heftig roeren, maar maakt zich wel zorgen, wat Ruben net al zei. Zeg, hoe moet dat? 3000 mensen, hoe gaat dat soepel in die stad opgenomen worden? En wat antwoordt u ze dan? Nou kijk, wij volgen social media zoals velen volgen. Ik hecht er weinig geloof aan, zeg ik u heel eerlijk. Dit is geen social media, dit zijn goed, mensen die weg gewoon buiten. Bijeenkomsten waar mensen vrij kunnen komen, nodigen natuurlijk vooral uit de mensen met standpunten die heel erg voor en heel erg tegen zijn. Dat weten we ook bij andere zaken die gevoelig liggen. Social media laten zien dat 80% van de reacties, en we hebben echt
tienduizenden reacties de afgelopen 10 dagen genoteerd. Door heel Nederland, daar reageren natuurlijk ook mensen van buiten Nijmegen. 80% is neutraal. Ja, zegt en dan is ongeveer 10%. Nee, maar dan is die, om het punt af te maken, 10% is tegen en 10% is heel duidelijk voor. Ik denk dat het beeld, ook wat u nu schetst, voortdurende beeld is waarbij mening aan bod komen. Maar 80% van de mensen staat er neutraal aan. Die hebben misschien wel een vraag van hoe zit het zo of zo. Maar die zijn niet zo uitgesproken tegen of uitgesproken nee, voor. Maar zo'n Nederland kleine is, groep. Nederland is veel genuanceerder dan u ons doet voorgeschoten. Nee, wij zeiden net ook al, de grootste groep staat er neutraal tegenover. Vraagt zich wel af hoe het allemaal moet. Nee, maar daar stuur ik wel maar op. Maar zo'n kleine groep kan zich natuurlijk wel heel explosief gaan gedragen. Als je ziet hoe heftig de bedreigingen zijn die geuit worden. We hebben voorbeelden gezien van de burgemeester van Oldebroek, geloof ik. Heb jij gezien? Ja, dat klopt. Ja. De burgemeester van Oldebroek, burgemeester Hogedoorn, werd ook in die zaal lastiggevallen. Er zijn foto's bewerkt die verspreid worden over hem. Er zijn wel hele heftige reacties die ook richting hem komen. En je kunt wel zeggen van we monitoren het en het is een kleine groep. Maar die grote groep mensen, die ziet wel ook die kleine groep. En hoe voorkom je dat die mensen niet beïnvloed worden door die grote groep en dus die angst ook krijgen? Dat doe je onder andere door gewoon uit te stralen waar je zelf voor staat. Kijk, wat mij een beetje irriteert zo langzamerhand is dat we omdat mensen op social media zo en anders in een ik zaal ik wil even stoppen dat zeggen, je de hele tijd zegt social media. Maar, want het gaat ook over mensen die maar zich uiten vragen, in zaal. Ik ga voor mijn antwoorden. Nee, maar voor het gaat ook over mensen in zaaltjes. Maar wat we dus moeten doen is mensen die serieus een vraag stellen een serieus antwoord geven, of ze nou tegen of voor zijn. Maar ik vind dat je wel je eigen verantwoordelijkheid hebt, conservatief is. Ik zeg tegen mijn mensen, mijn stel wel, als we niets doen, dan lopen ze over het station. Daar liggen ze in de parken. Ga eens in Brussel kijken. België heeft een heel restrictief beleid, maar 250 vluchtelingen per dag. In Brussel liggen mensen gewoon op straat. Wat doet dat met je onveiligheid? Dat is de echte onveiligheid. En wat wij in Nederland proberen, of het nou in Harderwijk, in Nijmegen, Apeldoorn, het maakt allemaal niet uit. Dus wij proberen mensen op een humane en sobere wijze in ieder geval een eerste onderdak te geven voordat ze in die procedure komen. Maar zegt komen. U nou volgens eigenlijk, is moeten dat deze de geluiden weg niet al te serieus nemen? Ik want vind het dat is maagd geld op ik internet. Vind, geluiden kan ik niet zoveel meer, maar serieuze vragen, kritische opmerkingen van hoe zit dat nou? Is er bijvoorbeeld extra politie? Wat doen jullie met gezondheidszorg bij de opvang? Daar moet je natuurlijk en een serieus antwoord op geven. En deze Nijmegenaren in uw eigen stad die zeggen: ik wil het hier niet, ik maak me zorgen, om mijn veiligheid. Ja. Wat doet u daarmee? Nou, die probeer ik uit te leggen in zoverre ze interesse daarin hebben. Want de mensen in jullie zien, met alle respect, melden zich niet eens bij de gemeente. Dat waren er 15 op dinsdagochtend, maar die melden zich niet eens bij de gemeente. Maar als ik de kans krijg om te spreken, ik sta er open voor, leg ik ze natuurlijk uit wat wij doen. Ik reken erop dat als we een aantal weken verder zijn en het daar draait, dat hebben we ook bij eerdere AZC's en opvangen gezien in Nederland, ook in Nijmegen 1998, dan draait die opinie wel bij. Als we het maar goed verzorgd krijgen. Maar dan is dat, kan is ik dat mensen goed uitleggen. Verzorgd? Want dat is natuurlijk wat een hele grote angst is bij een hele grote groep mensen. Van de tentenkampen neerzetten, dat kunnen we. Die logistiek, dat is niet zo moeilijk. Maar die vervolgstap, die honderden mensen die daar blijven zitten. Ja. Nou ja, ik denk dat dat kan. Heel belangrijk is, dat hebben we ook geleerd in het verleden, dat je bijvoorbeeld zorgt dat mensen goede dagbesteding hebben. Hè. Ledigheid is dus duivels oorkussen, is een oud gezegd. En dat geldt nog steeds. Dat zagen we ook in het verleden. Als je maar zorgt dat mensen dan niet alleen natuurlijk te eten krijgen en een bed, want veel meer is het niet. Je moet natuurlijk ook zorgen dat er iets gebeurt met die mensen. Kijk, idealiter zou ik zeggen. Als je maar het is weet wel een heel groot dorp wat er ja, in één keer bij komt. Het is een, maar in Heumensoorn, ik weet niet of je er ooit geweest bent, dat ligt Dat ligt echt ver weg van de woonwijk, maar niet iedereen in Gelderland. Het idee, dit ligt niet in een woonwijk. De meeste AZC liggen volop in een woonwijk. We hebben een AZC in Nijmegen. Maar met 350 mensen. Maar u weet ook dat ze naar Brakkestein zullen gaan lopen. Goed. Zeker, maar dat is toch niet verboden? Net nee, zo goed dat als wij is niet allemaal verboden. Lopen. Waar het om gaat is dat je mensen een perspectief geeft. Dat je zorgt dat er voldoende gebeurt. Dat je gezondheidszorg op orde is. En dat is wat we kunnen doen. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. Niemand kan precies voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar als iemand zegt, ja, ik vind het spannend om midden in de nacht daar te lopen. Dan zeg ik tegen iemand, dat zou ik nu ook al niet tegen mijn dochter zeggen om midden in de nacht op Heumensoorn te gaan lopen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is een probleem met alle respect dat weinig te maken heeft met de komst van deze vluchtelingen. En hou het alternatief voor ogen. Het alternatief is dat deze mensen op straat liggen, onder de bruggen komen, rondzwerven over stations, wat we al gezien hebben. Donderdagavond, 10 dagen geleden, toen ik een infoavond hield voor burgers,
kreeg ik later bericht terug via de politie, tot er al een aantal vluchtelingen op station Nijmegen liepen. Niet omdat ze naar Heumensoord wilden, maar dat weten die mensen natuurlijk niet. Maar dat zijn ook de feiten van alle dag. Dat zal veel meer bijdragen om veiligheid dan wat wij nu proberen te doen. Daar geloof ik in. Heeft u net als de burgemeester van Oldenbroek ook dit soort negatieve reacties gekregen, bedreigingen? Nee, niet in persoonlijke zin. Wel uiteraard negatieve reacties, maar niet naar mij persoonlijk. Dat heb ik niet gehad. Schrikt u ervan als u ziet welke heftigheid, ook als je die posters ziet die gemaakt zijn van de burgemeester, schrikt u van de heftigheid waarmee die kleine groep die negatieve reacties uit? Nou ja, ik kon dus gezegd wel, het is daar, hè. Het is niet bij mij, maar ik schrik er wel van. Ik vind het ook niet goed te praten, maar nogmaals, hou ook even het hoofd rustig. Ga gewoon serieus in op serieuze vragen. Mensen die schelden, ja, moet u me niet kwalijk nemen, niet om arrogant zijn. Daar ben ik heel lang geleden mee opgehouden om daar echt een serieus gesprek mee te voeren. Ik ben geïnteresseerde mensen met hun zorgen in de wijken waar het om gaat. En zo gaan we er ook mee om. Daar krijgen wij ook natuurlijk heel veel kritische reacties. Maar als we iets uitleggen, heb ik ook al gemerkt dat sommige mensen, veel mensen denk ik uiteindelijk, te overtuigen zijn dat we eigenlijk ook geen andere keuze hebben. Want nogmaals, wat is het alternatief? Het is makkelijk om ergens tegen te zijn. Wat is je alternatief? Maar dat draait nog meer, want ik merk dat als ik dat soort beelden zie, dat ik eigenlijk dat soort extreme enger vind dan al die asielzoekers bij elkaar. Nou ja, dat zei ik ook. Het kan heel explosief zijn als je deze groep negeert. Want het was, waar jij bent geweest die avonden, waren het niet hele kleine groepjes. Nee, dat waren grote groepen mensen die echt zorgen hebben over wat ze naast hun deur gaan krijgen. Letterlijk naast hun deur. En echt boos zijn. Er zijn mensen die zeggen van, ja, weet je, als ze mij iets aandoen, dan sta ik niet voor mezelf in. Dat zijn angstgevoelens. Mm-hmm. Omdat mensen niet weten wat ze naast hun deur gaan krijgen. En dat de eerste week, dan zitten ze daar, dan komen ze tot rust. Maar die weken daarna, als de verveling toeslaat, als mensen wat willen gaan doen. Als de traumaverwerking begint. Daar kun je dus iets aan doen. Maar aan de andere kant, dus nogmaals, we zullen daar heel veel dingen op gaan doen. 650 vrijwilligers hebben zich alleen in mijn stad aangemerkt. Ik dacht dat ik mijn stad kende, maar het is nog veel beter in Nijmegen dan ik al dacht. Naast allerlei instituten, universiteiten zo die iets gaan doen. Dat is het beste antwoord wat je kunt geven op gevoelens. Want gevoelens als zodanig kan ik natuurlijk niet tegengaan. Is het juist jammer dat het in Heumensoord is, dat het eigenlijk vrij ver buiten de stad ligt? Want ik heb altijd het gevoel dat er zijn mensen die vinden Turken vreselijk, maar dat ene Turks gezin in de straat, dat is wel oké. Dus ik denk dat het helpt als je mensen met elkaar in contact brengt. Dit is geen AZC, hè? Een noodoplossing, is het niet de bedoeling om dan om zo snel mogelijk die mensen in contact te laten komen met... Nou, wat daar gebeurt. Kijk, we moeten ook reëel zijn. Het loopt het COBA, hè, de Rijksclub, die dit doet, gewoon over de schoenen. Dit is natuurlijk in zekere zin een noodgreep. Je merkt nu al dat het COBA tegen gemeenten zegt, we willen er ook een paar honderd opvangen. Dat gaan we niet doen, want daar hebben we gewoon de menskracht niet voor om dat te bemensen. Als je meer mensen bij elkaar hebt, kun je het efficiënter inrichten. Dat is natuurlijk ook de realiteit. Dus wat hier gaat gebeuren, is tot 1 juni volgend jaar, want dan houdt het op, zullen die mensen moeten gaan doorstromen naar reguliere asielzoekerscentra en de procedure ingaan, als ze mogen blijven in Nederland uiteindelijk, om hier een plek in onze samenleving te krijgen. Dit is inderdaad noodopvang, ze noemen het ook. Maar in hoeverre worden die mensen betrokken? Deze mensen die dan vlak naast hun deur een AZC krijgen. In hoeverre worden die mensen meegenomen in dat plan? Want ik ken het ook van mezelf, dat als er tegenover mijn huis gebouwd wordt en ik weet niet wat voor huis het is, zit ik ook van, wat is dat dan? Ja. Maar als die mensen helemaal in het traject meegenomen worden, ontstaat er waarschijnlijk meer begrip dan dat er nu is. Ja, nou is wel een AZC wat van een aantal jaren komt echt iets anders. Een noodopvang in een bos, waar we het hier in Nijmegen over hebben. Dat is echt niet te vergelijken. Verklaart misschien ook wel waarom de reacties in Nijmegen een stuk rustiger zijn dan het voorbeeld wat hij laat zien. Mm-hmm. Ik bedoel, mensen hebben ook wel perspectief 1 juni. Dat is 9 maanden vanaf nu. Hè. Dat is toch een ander perspectief dan het jarenlang maar daarna AZC bent u natuurlijk niet deur, klaar. Daarna zal ook een grote stad als Nijmegen het asielzoekerscentrum moeten uitbreiden. Of misschien meer woningen moeten gaan creëren. Maar Toon, daar hebben we dus wel ervaring mee. En het AZC in Nijmegen al vele jaren gaat uitstekend. Daar hoor u nooit wat over. Vraagt u maar aan de politie. Daar gebeurt feitelijk niks. Niet meer en minder dan in een woonwijk Het klopt wel wat de burgemeester zegt, van dat het de noodopvang dat geregeld is. Maar wat je wel ziet, wat ik zie op de Veluwe met name, ook met name in kleine dorpen, daar krijgen ze in één keer 800 man. En dat is schaalgrootte, verhoudingsgewijs, is dat groter bijna dan Nijmegen. Dus ik snap dat die mensen dat die angst dat die hebben voor het onbekende. Ja. En het zijn voor de duidelijkheid, dat zijn niet alleen maar de lager opgeleide werkloze mensen die
klagen. Het gaat ook echt gewoon om winkeliers, bouwvakkers, gewone mensen die gewoon hard werken. Die dat in één keer naast hun deur krijgen. En dus ook heel erg verbaasd zijn over van hoe kan dit zo? En dat horen we in Nijmegen ook. Diezelfde geluiden als wij rondvragen in Nijmegen horen we dat ook. Niet mensen die meteen roepen het zijn allemaal criminelen. Dat is een kleine extreemgroep. Maar ook echt een grote groep die zegt, ja, natuurlijk moeten we ze opvangen, anders slapen ze onder de brug. Maar ik maak me toch wel heel erg zorgen. En dan zegt u, daar zullen we aandacht aan besteden. Hoe gaat u nou concreet met die mensen aan de slag om te zorgen dat zij ook het gevoel hebben, het kan? Nou, door uit te leggen wat we doen. En het is mijn overtuiging, je overtuigt mensen niet op één dag, want het nieuws is ook zo vers, het overrompelt sommigen. Dat is trouwens wel verbazingwekkend. Hè? Net als onze regering, volgens mij zagen we jaren aankomen. Tenminste, ik wel, dat dit ging gebeuren. Ik was voor de zomer al klaar op voorbereid. De verzoek kon komen. Dacht niet dat die 800.000 die in Duitsland dit jaar verwachten, allemaal zouden stoppen bij Kleef. Dat was natuurlijk zichtbaar. Maar ik snap heel dacht erg goed. Dacht u toen al aan Hummershoort? Nee, ik niet. Wij hadden als Nijmegen, dat heb ik ook verklaard toen we het bekendmaken. Wij hadden ook het idee dat we onze AZC wellicht met een tweede locatie zouden uitbreiden voor enkele honderden. En ook nog daarnaast voor enkele honderden die noodopvang. Het verzoek van het COA had ik zo niet zien aankomen. Maar ik snap het COA wel. Dat hebben ze me goed uitgelegd. En ook onze gemeentebesturen, zowel van Heumen als Nijmegen die betrokken zijn, hebben dat wel begrepen. De omvang is nu zo groot, als er 1000 per week komen. Ik snap alle onrust. Ja. Je hebt geen keuze. Want nogmaals, anders is het alternatief. Als heel Nederland dan nee zegt, als alle gemeenten in Nederland nee zeggen, dat is het wat hier aan de hand is, beste mensen. Niet of Nijmegen er nou 3000 in een bos opvangt. Aan de hand is dat er duizenden per week komen. 600-700 per dag. Dat is wat hier aan de hand is. U zei net, ik zat te denken aan de tweede locatie voor het AZC. Nijmegen heeft al heel lang een asielzoekerscentrum. Ja. Denkt u daar nu nog steeds aan? Tweede locatie? We hebben nu, kijk, dat is dus de verrassing voor ons. Het verzoek van die 3000, dat is een flinke operatie. Mm-hmm. We zijn erop op voorbereid. Men kunt zich voorstellen dat allerlei mensen nu van stal zijn gehaald om dit voor te bereiden. Niet alleen bij hulpdiensten, maar ook vanuit de gemeentelijke organisatie uit de stad. Dus we concentreren ons nu tot medio volgend jaar hierop. Maar hebben wel aangegeven, ook richting onze gemeenteraad, van daarna zullen er ook verzoeken komen. Want we kunnen niet verwachten dat die vluchtelingenstroom binnen nu een paar maanden afgelopen. Het moet nu. Nou, want vindt u het erg dat wij ons nu eerst eens op deze 3000 concentreren? Ja, andere plaatsen zijn ook aan zetten om andere zaken te leveren. En van belang is dat in heel Nederland alle gemeenten nu meedoen. Het kan niet zo zijn dat alleen Nijmegen 3000 mensen in noodopvang opvangt. Dus daar gaan we ons daar nu eerst op concentreren. En daarna de volgende vragen. Nou, ik denk dat het ook wel belangrijk is om aan de lange termijn te denken. Als wij ons nou van tevoren hadden bedacht dat de rotzooi die we hebben getrapt in Irak, Syrië en Libië ook enige opvolging verdiende met een behoorlijke installatie van een regering en een weer reguliere samenleving, dan had misschien een hoop van deze ellende voorkomen kunnen worden. Ja, maar dan moet je vragen aan een regering, niet aan de burgemeester. Nee, maar dat snap ik. Maar dat heeft wel te maken met tijdschalen. Dat heeft te maken met dat je niet steeds moet denken in de volgende oplossing voor de volgende 2 weken. Je moet nu al denken aan het goed plan. Is dat gebeurd? Daar past Hummershoort juist in. Wat nu gaat gebeuren is dat door een enorme toevloed mensen, onder andere in Hummershoort, maar ook op andere locaties in het land, nu in nood worden opgevangen, zodat de komende maanden er meer reguliere opvang gaat komen. U hoorde al even professor Dr. Sijbrand de Jong, hoogleraar experimentele natuurkunde aan de Radboud Universiteit en de nieuwe baas van de CERN-raad, de 22e president, vanaf 1 januari. En die CERN, dat is, misschien kent u het, dat is dat prestigieuze onderzoeksinstituut dat onderzoek doet naar deeltjes, fysica. Niet afhaken, we gaan het uitleggen. En die bekend is van die hele grote deeltjesversneller op de grens van Zwitserland en Frankrijk, waar allerlei atomen op elkaar botsen. En laten we even kijken. Ja, dit is een niet wetenschappelijk verantwoord ingekort filmpje. Maar wat zien we hier in hemelsnaam allemaal? Nou, wat we hier schematisch uitgebeeld zien is precies de kern van wat CERN doet. En wat CERN doet is hele kleine deeltjes, de elementaire deeltjes, op elkaar botsen.
En dan bestuderen wat eruit komt. En dat ziet er inderdaad ongeveer een beetje uit als het vuurwerk aan de Waal dat er elk jaar is. En dat zijn van die, bollen, deeltjes die eruit komen. Ja, waarom zou je dat willen? Deeltjes op elkaar laten botsen om te zien wat er dan uitkomt? Dit is de manier waarop wij nieuwe deeltjes maken. Dus ik ga één vergelijking toch gebruiken, deze uitzending. Maar dat is de hele fameuze van Einstein, E is mc kwadraat. En dat wil zeggen dat we zowel massa om kunnen zetten in energie, maar we kunnen ook energie omzetten in massa. En dat laatste is wat er op CERN gebeurt. En wat je dan hoopt is dat niet alleen maar er deeltjes ontstaan die je al kent, maar dat er af en toe een nieuwe tussen zit. Dus je bent op zoek eigenlijk naar deeltjes, waar alles, spullen uit bestaan. Die we nog niet kennen. Kennen we er nog zoveel niet dan? Dat vermoeden wij. Wij hebben een model, dat heet platvloers het standaardmodel. Dat is hoe wij denken dat de wereld in elkaar zit. En eigenlijk is dat hoe wij denken hoe de wereld in elkaar zit. Alles van deze tafel en het water in het glas enzovoort. Dat kunnen we eigenlijk verklaren met dat standaardmodel. Maar tegelijkertijd zien we met name uit kosmologische metingen, uit de manier waarop het heelal uitdijt, uit de manier waarop sterrenstelsels zijn ontstaan, dat we waarschijnlijk 95% van het heelal helemaal nog niet hebben begrepen. En dat is niet de 95% nou die heel ver weg ligt. Maar hoe kun je nou weten dat 50% van wat je niet weet, dat je dat niet weet? Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat is heel grappig. Dat weten we zelfs heel nauwkeurig. Wij weten maar dat we 4,5 plus of min 0,1% van wat we kennen, dat deel is van de wereld. Dat is dus maar 4,5%. En dat weten we ook tot op 0,1% nauwkeurig. Dat is natuurlijk absurd. Dat je weet wat je niet weet. Dat je ruim 95% niet kent. Dus dat ik van mezelf weet, van alle kennis op de wereld die ik zou kunnen hebben, bezit ik maar 4,5%. Ja, dat is compleet absurd. Frustrerende wetenschap is dat eigenlijk. Nee, wij zien dat als kansen. Ja. En als u dan die andere delen leert kennen, wat hebben we daar dan aan? Geen idee nog, want we weten niet wat het is. En je zult toch eerst moeten weten wat het is, voordat je überhaupt kan vaststellen wat je er misschien ooit nog aan hebt. Ja, dat onderzoeksinstituut, er werken echt duizenden mensen uit 80 landen. Ik was echt perplex dat er zoveel werken. Daar wordt u dan straks de grote baas van? Nou, de grote baas in de zin dat ik zal niet de dagelijkse leiding daar geven. Daar is een directeur-generaal voor. Waar ik de baas van word is de CERN Council of de CERN Raad. En dat is de groep van landen die het strategisch beleid bepalen. Dus die bepalen wat is de richting van het onderzoek dat we gaan volgen. Ja. Wat is de volgende versneller? En die checkt ook natuurlijk hoe de directeur-generaal dat uitvoert, die strategie. Ja. En het is bijna 50 jaar geleden dat een Nederlander die functie had die u straks mag gaan bekleden. Staatssecretaris Dekker zegt op de website van de Rijksoverheid is hij helemaal blij dat u dit gaat doen. Hij zegt het is echt een van de belangrijkste onderzoeksinstituten in de wereld. Het is mooi en belangrijk voor de Nederlandse wetenschap dat een gedreven en zeer kundige onderzoeker als Sijbrand de Jong voorzitter wordt van die raad. Joehoe, dat is heel aardig van hem natuurlijk. Hè? Heel goed voor Nederland. Dank je, Sander. Waarom is dat zo fijn dat u dat bent? Dat zou je natuurlijk eigenlijk aan hem moeten vragen. Maar u vindt het ook fijn, toch? Het geeft je natuurlijk wel heel veel deuren die opengaan. Het geeft je heel veel informatie die via mij dan natuurlijk ook met name naar Nederland stroomt. Het is ook niet zo dat ik daar nu 100% van mijn tijd op CERN ga zitten. Je blijft ook nog gewoon op het Radboud. Ik blijf gewoon op de Radboud Universiteit. Ja. En dat betekent dat je het voordeel hebt als Nederland dat je een heel kort lijntje hebt. Naar dit belangrijkste onderzoeksinstituut ter wereld. Daar is het World Wide Web uitgevonden. Ja. Dat is nogal een uitvinding geweest. Was dat het hoogtepunt of dan toch dat Higgs-deeltje? Nou, voor ons is het World Wide Web gewoon een stukje gereedschap dat we op dat moment heel goed konden gebruiken in de communicatie. Hè. Je moet voorstellen, stelt echt niks voor. 8000 wetenschappers en die willen communiceren. En op dat moment, ik was daarbij, ik zat toen op CERN. Dat ik mijn eerste website bouwde en zo in 1992, 1993, hadden wij echt niet het idee dat het zo'n enorme vlucht zou nemen. Overigens, dat is denk ik een leuke anekdote. Een van de dingen waardoor het World Wide Web heel groot is geworden, is dat je er winkels op kan hebben, webwinkels. En dat maakt ook dat het economisch en echt een structuur van belang is. Het feit dat je op het World Wide Web gegevens in kan voeren, waar iets mee gebeurt en waarna je op basis van die gegevens antwoord krijgt, dat mechanisme is uitgevonden door een Nederlander. Op CERN? Nee, in Nederland. In Nederland. Willem van Leeuwen.
Dus het NIC, toch toppers allemaal in huis. Het NICEF, dat is het Nationaal Instituut voor Kern- en Hoge Energiefysica. Daar werkte Willem van Leeuwen, inmiddels met pensioen. Dat was de derde website ter wereld. En hij heeft dat mechanisme uitgevonden door, dat was heel speels, daar kon je een getal intikken. En dan kreeg je de wortel uit het getal terug. Ik denk dat alle winkeliers met een vaste winkel nu bij hem op de stoep staan. Dat klinkt heel simpel, maar dat was het mechanisme. En dat, nu zijn er natuurlijk enorm ingewikkelde programma's achter met allerlei logistiek enzovoort. Ja. Maar het principe is daar geboren. Nou kan ik me voorstellen, als ik alleen al zeg hoeveel mensen daar werken en die deeltjes versnellen, die lange buizen, 26 kilometer geloof ik, daar gaan echt natuurlijk miljarden in om. Ja. En hoe vaak moet u dan uitleggen, als we het hebben over andere wereldproblemen, dat dat ook verantwoord geld is wat uitgegeven wordt? Nou, daar zijn twee antwoorden op. Ik denk dat wij het wetenschapsgebied zijn dat het zuinigst met geld omgaat. Wij nemen al het geld dat wij kunnen krijgen in de wereld en stoppen dat bij elkaar in één pot. En bouwen dan een hele grote versneller. Je moet je voorstellen dat... Maar goed, dat is een ander veel meer uitgeeft dan ik, kan ik nog steeds een big spender zijn. Hè? Als je twee keer de helft had gehad apart, dan had je dat Higgs-deeltje nog nooit gevonden. Nee. Dus doordat we het bij elkaar kunnen brengen, nou, dan zit het natuurlijk door die concentratie ziet het eruit als een enorm bedrag. Is het ook? Het ziet er niet uit als een enorm bedrag. Nou ja, het is een miljard. Ach. Dat vinden wij best een enorm bedrag, toch? Op de wereldbegroting is het iets dat niet eens achter de komma voorkomt. En waarom is het goed dat we dat miljard uitgeven? Om dat even te normeren, waar het om gaat, is dat het per persoon in een lidstaat is het ongeveer één kopje koffie per jaar. Ja. En wat levert het wel te verdedigen dan? Huh? U weet het wel te verdedigen dan? Hey. Dat is mijn baan. En is het waardevol? Want u weet eigenlijk, zegt u ook, van we weten niet eens waar we naar op zoek gaan. Waarom is het dan waardevol dat we dit doen? Dit onderzoek doen we natuurlijk ook al heel lang. Hè? Dus elementaire deeltjes zijn al veel meer dan een eeuw bekend. De eerste was het elektron. En sindsdien hebben we een enorme hoeveelheid kennis opgebouwd over hoe materie in elkaar zit. Bijvoorbeeld alle apparatuur in ziekenhuizen, die is gebaseerd op straling. En dan hebben we het over dingen als röntgenfoto's. We hebben het over dingen als NMR-apparatuur. Dingen over PET-scanners enzovoort. Ja. Dat komt uiteindelijk allemaal in het verleden uit mijn vakgebied. En dat is niet allemaal op CERN uitgevonden, maar wel op vergelijkbare instituten. Nou heeft u, dat World Wide Web was een spannende, het Higgs-deeltje, wat voor mij te ingewikkeld is wat het nou precies is, maar was een hele spannende ontdekking. Wat gaat eraan komen? Nou ja, we hopen. We zijn net weer gestart met de LHC, met de deeltjesversneller, met een dubbele energie. En dat geeft ons via die ene formule die ik gebruik, ESMC-kwadraat, gewoon een twee keer groter bereik in de massa van deeltjes. En daar kunnen dus nu deeltjes worden geproduceerd die we eerder nooit konden produceren. Ja. Nou is de vraag, zijn die deeltjes er? Nou, er zijn allerlei theorieën die voorspellen dat precies in dat gebied dat wij nu binnengaan, dat er eigenlijk die nieuwe dingen moeten zitten. Ja, dus en, dan komt er weer nieuwe spannende deeltjes tegen. Of dat werkelijk zo is, hangt natuurlijk helemaal af van de natuur. Dat hebben wij niet in de hand. Aan de andere kant, wij kunnen het gewoon niet laten om daar te kijken. Ja, nou, ik ben benieuwd. Dit boek bestaat ook uit elementaire deeltjes, neem ik aan. Alles is deeltjes. Sylvester Zwaneveld, je bent schrijver en cabaretier uit Apeldoorn en je hebt me een hilarisch weekend bezorgd met jouw nieuwe boek Pluk van de Slettenflat. Graag gedaan, ja. Ja, nou, hilarisch. Eigenlijk was het natuurlijk sowieso niet de bedoeling dat ik het las, want het heeft als ondertitel het ultieme mannenboek. Ja. Ik werd er ook best wel boos van, moet ik zeggen. Ja, wat goed. Wat fijn om te horen. Het is gewoon een handleiding van hoe versier je vrouwen. En dat is zo makkelijk. Je deelt ze in een paar categorieën in. Je doet het juiste dingen. Hop, ze zitten in je bed. Liggen in had je bed. Had je begrepen dat het fictie is? Of, Daar gaan we het zo over hebben. Het gaat over een brandweerman. Ja. Die er goed uitziet en doordat hij vaak 24 uur dagen diensten draait, heel veel tijd heeft om overdag al die vrouwen van wie de man uit werk is ook nog te verwennen. En ik geloof dat hij, hoe zei je dat ook alweer zo mooi, dat Jeroen Pauw hier nog jaloers naar kan kijken, naar deze pluk. Ja, klopt. Ja, dat is een quote uit het boek, dat hij op tv hoort dat Jeroen Pauw onder de mannelijke bevolking aanzien geniet en dat hij denkt... Amateur. Na 200 vrouwen. En dat pluk denkt amateur. Amateur, ja. Ja, deze pluk die haalt dat van 200 haalt hij in een jaar, geloof ik zo ongeveer, in het tempo waarin hier vrouwen versiert. De meeste romans zijn autobiografisch, de eerste. Ja.
Dus meneer Zwaneveld. 100% hè? Ja? 100% auto. Nee. Nee, er zit wel meer waar gebeuren verhalen in dan je zou denken misschien. Ik heb met de brandweer in Apeldoorn gesproken. Heb ik een hele avond gezeten. Hartstikke toffe avond gehad. En die hebben mij wel allemaal verhalen gevoed die ook wel het boek hebben gehaald. Dus daar zit overal een kern van waarheid in. En er zitten ook nog wel wat verhalen uit mijn jeugd in. Maar ik ben nooit brandweerman geweest. En De brandweer naar het Radboud ziekenhuis... Nee, Radboud niet, het ziekenhuis in Apeldoorn zal het dan zijn geweest... moet om iemand van een penisring te bevrijden. Ja, dat is echt gebeurd. Dat heeft de brandweer u verteld. Ja, zeker. Ja, en ook hoe ze dat opgelost hebben. Dat is ook allemaal in dat boek terechtgekomen. Dat is echt praktijkvoorbeeld. Ja, praktijkvoorbeeld, ja. Absoluut. Pluk komt er als brandweerman niet eens zo heel best af. Hè? Het is een man die gewoon nog een makkelijke moraal heeft. Ook over zijn werk nogal luchtigjes denkt. Vond de brandweer dat fijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Hebben ze het al gelezen? Nou, ik heb het neergelegd, maar ik heb nog niks teruggekregen van ze. Maar ze zijn heel erg aardig en meewerkend. Dus ik voel dat ze het wel leuk hebben gevonden. Ja. Dan ben je cabaretier. We kennen jou van het komische duo Arie en Sylvester. Wat je vroeger deed, daarna heb je al verschillende solovoorstellingen gedaan. Je hebt een kinderboek geschreven. Je hebt een boek geschreven, Hoe word ik grappig, over cabaretier zijn. Waarom moest die roman er komen? Ik had een grapje in mijn show... hebben we. Oh, kunnen we even kijken. Ja. Ik vertelde al, mijn vriendin en ik, we zijn 10 jaar bij elkaar. Oh, mijn vriendin is kinderboekenschrijfster. Ja. Ja, echt hè. 50 boeken al uit. 2 creatieve beroepen in 1 gezin. Mensen vragen wel eens of wij ook samenwerken, maar... lijkt me niet handig, met mijn vak. Nee, voordat je weet heb je pluk van de slettenflat. Nou, dat grapje had ik gemaakt en toen zei mijn vrouw, dat boek moet je eigenlijk schrijven. En ik zei, nou, ik ben helemaal geen schrijver, dat kan ik helemaal niet. Maar ja, dat zaadje was natuurlijk al geplant. Dus voordat ik het wist had ik een verhaal en dacht ik, oh, dat vind ik wel een interessant karakter. En dit is wel spannend om te vertellen en ineens had ik een mooie verhaallijn. En ja, toen is dat boek er toch gekomen. Ja. En even voordat iedereen denkt dat het echt een heel sletterig boek is, Pluk, de hoofdpersoon, maakt wel echt een hele heftige... kanteling in het boek waarin het toch allemaal heel anders... Ik ga niks verklappen, want het is heel spannend. Nou, het is een zwarte komedie, hè? Dus, ja, dus het loopt niet heel fijn af. Het loopt niet heel fijn af, nee. En aan al die dingen waar je het net over had... die kantelen natuurlijk uiteindelijk naar... dat ook minder goed afloopt dan je zou hopen misschien. Hij eindigt toch met die 200 vrouwen per jaar. Gaat hij niet meer halen. Nee. Je wilde die roman toch gaan schrijven. Zeker. Waarom? Wat wil je ons hiermee... brengen. Nou, ik ben een verhalenverteller en ik ben een kunstacademie-student, nog van de oude stempel, toen het nog een academie was, nog geen hbo. En daar werd ons geleerd dat je conceptdenken moest hanteren. Dus eerst een idee en daarna de vorm. En dat ben ik altijd blijven hanteren. Dus ik verzin eerst van, nou, wat ga ik doen en dit is een goed verhaal. En wat is de beste vorm voor dit verhaal? En in dit geval was dat absoluut een roman. En denk je dan niet als cabaretier, dit moet ik op het podium verder uitwerken? Ik moet hier een show van maken? Omdat voor dit verhaal was de roman in mijn ogen de beste vorm. Dit is een verhaal wat hele lange lijnen nodig heeft. Wat veel opbouw nodig heeft. Dat is in een theater allemaal... Ja, dat kan wel, maar dan moet je misschien naar een toneelstuk. En dat is dan weer niet wat ik zo graag doe. Dus dit roman was absoluut de beste vorm daarvoor in mijn ogen, ja. En waarom heb je er nou zo'n... we kennen een beetje die nieuwe mannelijkheid. Hè? Ja. Hoe heet die programmamaker ook alweer? Die altijd op zoek is naar de echte man. Maxime Hartman. Ja, precies. Sluit je daar een beetje bij aan door het ultieme mannenboek als ondertitel mee te geven? Wil je niet dat wij vrouwen, wij zijn de lezers op deze wereld. Ik heb gemerkt wij kopen de boeken, niet die mannen. Nou, dan gaat de wereld voor mij open door dit soort boeken lezen. Maar gaat ik heb gemerkt dat vrouwen juist dit boek oppakken naar aanleiding van die sticker. Dat bepaal ik zelf wel, Ben. Ja. Ik ga het boek lekker lezen. Ik begin wel meteen een beetje bozig, hoor. Begin ik er dan mee van, nou, die voorkomen in het boek. Ja, en dan krijg je ook nog al die vooroordelen aan het begin, dus dat werkt goed. Ja, en ik weet niet hoe jullie privéleven verder in elkaar zit, maar het is ook een soort handleiding van hoe versier je een vrouw. Ja, het zet er ook in, ja. En heel kort nog even, want we komen bijna weer aan de tijd. Ja, Regels zijn regels is jouw theaterprogramma waar je nu weer mee in de theater staat. Klopt, ja. Wat moeten we daar? Moeten we daar ook dit soort mannelijkheid in verwachten? Of, Nee. Regels zijn regels is een voorstelling. Het heeft altijd een diepere laag. En daar is het makkelijk over te praten. Dus, maar die diepere laag gaat over het vastlopen in de regels. Er zijn heel veel mensen die,
die ik zelf ook, word helemaal gek dat mensen maar regeltjes verzinnen en daar moet ik me dan aan houden. Dat ik denk, maar waarom is deze regel verzonnen? Wat is het dan weer voor onzin? Ik was bij een Bastion Hotel, kwam ik s'nachts om 12 uur, kwam ik, of 10 over 12 was het geloof ik. Ik kwam terug uit Antwerpen, ik kon niet meer. Ik denk, nou, ik pak een hotel. En ik kom daar binnen en het meisje zegt, ik vraag het meisje, heeft u een kamer? En zij zegt, ja, die heb ik. Ik zeg, mag ik een kamer? Nee. Want? Ik zeg, nee, ja, ik mag alleen overdag inboeken. 'S avonds doen managers dat. En die werken tot 12 uur. Dus ik kan u niet inboeken. En dat is gewoon verzonnen door een of andere debiel aan een tafel die dan zegt, nee, maar tot 12 uur en daarna niet. Dus zij kon inboeken. Er was een kamer. Ik heb uiteindelijk buiten, bij het Bastion Hotel, buiten in mijn auto geslapen. Nou, ja. En dit soort hilariteit over regels die er zijn om het regels zijn kunt u verwachten in de theatershow van Sylvester Zwaneveld. Regels zijn regels. En als u meer van zo'n humor wilt genieten, kunt u dus ook gewoon Pluk van de Sletterflat lezen. Dit was het alweer. We zijn alweer aan het einde gekomen van In Gelderland Live. Fijn dat u keek. Fijn dat u allemaal hier naar de studio in Arnhem bent gekomen. Volgende week zijn we er weer. Hopen we dat u weer kijkt. En dan zit hier mijn collega Erik van der Pol. Tot dan. Dag.